Favoriete meester, yes. We hebben weer les, we willen weten wat hij ons wil leren, hoe dan ook. Het wordt geestig, yeah. Hij maakt voor iedereen tijd, arm of rijk, voor hem is iedereen gelijk. Als wij hem nodig hebben, dan staat hij daar meteen. En daarom is hij onze nummer 1. En de juf smelt als zij hem ziet. Hij is de man. Dan een rapper, zelfs de moeder stekken. Damn, wat een lekker ding. En van een doodgewone les maakt hij een happening. Maar bovenal laat hij ons dromen over een hele mooie toekomst. Ja, hij laat ons geloven in onszelf, zoals hij zegt in één. En daarom is het onze nummer 1. En de juf blaast als zij hem ziet. Hij is de van. Dus ik heb wat laten maken als dank dat je er altijd voor bent. Ik zou bijna zeggen, op de wereld bent gezet. Maar het is een passie om leerkracht te worden. En dan kom ik gelijk bij dat woord leerkracht. Ik vind het afschuwelijk. Ik vind het echt afschuwelijk. In mijn tijd, klinkt dat ouderwets, maar was het onderwijzer. Onderwijzeres, hoe mooi is dat? En ik vind zelf dat de kracht van leren de onderwijzer of de onderwijzeres is. Als persoon maar als woord. Want waar gaat het? Het is een containerbegrip. De onderwijzer die doet zijn vak als een professional en de onderwijzeres wordt in mijn ogen veel meer eer aangedaan. Toch veel vrouwelijker om een onderwijzeres te zijn dan een leerkracht. En dat is het mooie van het beroep. Naast het mooie vertellen, naast het trucje, waar je al die mogelijkheden van het kind in wilt ontplooien. En dat wil ik je graag meegeven voor de toekomst. En zeker voor de jonge leerkrachten, ik ga het zelf ook gebruiken hier al. De jonge mensen in het onderwijs, om het door te geven aan de kinderen. Vertel, leg uit. En ik weet dat er een enorme druk op je schouders ligt. Vanuit de overheid, van verandering in het onderwijs. En dan gaat het bijna in mijn ogen om randverschijnselen. Want de essentie van onderwijs is het leren aan kinderen. Bagage aanbrengen. En dan is er wel weer een hele goede term gekozen van de tijd van lagere school naar basisschool. Want die basisschool, daar krijg je je basis. Het is geen eindonderwijs, het is basisonderwijs tot en met groep 8. En dan ga je door in het voortgezet onderwijs. Maar laat het daar bij jullie gebeuren. Meiden, jongens, en helaas zijn het heel veel meiden en heel weinig jongens, maar ik hoop dat daar ook een kentering in gaat komen. Ik heb mooie jaren gehad. 43 mooie jaren. Ja, en ik heb niet voor niks die gitaar meegenomen, dus ik pak nog een paar minuutjes. Wielen, Spaans, van mij leren, van mij leren, van mij leren. Ja, wie wil Spaans van mij leren? Todos, si, 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 señor. Hoe in Spanje de hoofddoek, la Antilia, Antilia. Ja, en zeg je voor boter, mantequilla,
want ik kiel jou. Juist, en hoe heet dan een ridder? Cavaliero, cavaliero. En weet je wat hij op zijn kop heeft? Un sombrero, un sombrero. Er zijn dan drie coupletten die slaan over. En niet alleen met rekenen en taal en wereldoriëntatie. Maar ik zou bijna durven zeggen, doe meer met muziek. Ik zal het blijven doen. Ook voor de regio en voor Leiden. Met het mini-koraal. Dat zal zeker doorgaan. Ik zie dit dan ook niet als een afscheid vandaag. Ik zie het als een streep onder het onderwijs. Maar we gaan ermee verder. Ik kan niet stilzitten, maar ik zal zeker doorgaan. Ik wil de burgemeester bedanken. De burgemeester voor de gastvrijheid in het gebouw. De mooie woorden gesproken en de gemeentelijke onderscheiding. Ik wil Paul bedanken voor je prachtige woorden en je cadeau. Ik wil Selma bedanken voor een inspirerend verhaal. Rens voor een veel te lang verhaal. Maar ja, voor mij was het dan weer een verrijking dat jij toch iets wist te vinden over de Q. En ik had dan altijd wat te denken aan Q en Q, de jeugdserie, maar dat is niet genoeg. Zeer bedankt Rens daarvoor. Ik wil de jongens van het Jazz Orchestra of de Concertgebouw bedanken voor de muziek. En zij gaan straks, als wij wat gaan drinken, gaan ze als achtergrondmuziek heel lekker verder gaan van genieten. En ik wil nogmaals alle leerkrachten bedanken waar ik mee heb samengewerkt. Ik ga er één even uit. En dat is Hans van Dijk, die mij naar Leiden dorp gehaald heeft. Toetakom zeg ik dan wel in het Frans. Maar ik ben je dankbaar voor Hans. Je was een hele fijne leidinggever voor mij. En ik wens jouw opvolger, Ronald, heel veel sterkte en succes met de hogeschool de komende jaren. Dat geldt voor elk onderwijsbestuur voor de komende jaren, want ik denk dat die komende jaren niet makkelijk zullen zijn in het onderwijs. Zeker niet met een nieuwe CAO. Ik dank ook mijn dochter voor een zeer, voor mij, verrassende presentatie. En ik wil ook heel erg bedanken alle kennissen, vrienden, persoonlijke vrienden en ook vrienden vanuit de vereniging. Omdat jullie hier zijn, maar omdat ik jullie ook niet uit het oog zal verliezen. Dank. Dank. In letterlijke zin, Erik de Meester in diverse scholen. Erik de Meester in creativiteit. Erik de Meester in organiseren. Maar kan altijd beter. Een aantal echte vrienden waren van mening dat een mini-concert aan jouw eigen, van jouw eigen huiskamerorkest KNG 3 zeker vandaag niet mocht ontbreken. De muzikanten van KNG 3 voor jou.
burgemeester van de raad, burgemeester van een mooie stad. Ik sta hier helemaal alleen, ik ben eentje zo lekker. Je weet een ander plek hier in de stad. De mensen die me kijken, die zomaar om hen. Soms zijn ze aan het zorgen, soms zijn ze gemeen. Ze voelen me van de kant weer, van de kant erover. Dan staan we naar de lange brug, de spelen is komen al uit. Maar kinderen van mijn kant, maar pinten van mijn buik, krijgen ze niet meer. Ik wist van niets en dat gebeurt zelf.